eventmanager heeft de rol van conceptontwikkelaar, accountontwikkelaar en projectmanager. De conceptontwikkelaar is het creatieve brein achter alles, doet onderzoek en vertaalt de vraag naar beelden. Verder weet hij van dramaturgie. De projectmanager doet onderzoek, houdt zich bezig met de organisatie, planning, begroten, budgetteren, de toeleveranciers en de communicatie aan de achterkant. De accountontwikkelaar is van de acquisitie, het klantencontact, het verkooptraject en de communicatie aan de voorkant. Bij een publieksevenement komt de conceptontwikkelaar met een idee. De accountmanager zorgt voor sponsoring en subsidie en daarna volgt de projectmanager en hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het geheel. Bij een zakelijk evenement gaat het anders. De conceptontwikkelaar verdiept zich in de probleemstelling en verdiept zich in het behalen van de commerciële doelstelling. De accountmanager gaat op zoek naar opdrachtgevers met een probleem en de projectmanager is nog steeds verantwoordelijk voor de uitvoering van het hele project. Welke rol zou ik aannemen in het verhaal? De rol van conceptontwikkelaar. Ik zou een goede conceptontwikkelaar zijn omdat ik creatief ben. Dit zie je terug in mijn muziek. Ik schrijf mijn eigen nummers en maak covers met een eigen twist. Verder ben ik excentriek en heb ik een oog voor detail. Ook ben ik een beetje chaotisch waardoor ik niet zo'n goede projectmanager zou zijn. Ik ben een ontzettende dromer. We gaan door naar drie events met een sterrenconcept. Tomorrowland is een algehele beleving en maakt een eigen samenleving met ontzettend veel fantasie. Het ontwakende concept is yesterday is history, today is a gift and tomorrow is a mystery. Het levende concept kun je zien over het gehele festival. Een van de conceptdragers is bijvoorbeeld de mainstage. We gaan nu door naar Burning Man. Het slapende concept van Burning Man is een samenleving creëren waarin status en geld er niet toe doen. Het ontwakende concept is a city in the desert, a culture of possibility and a network of dreamers and doers. Het concept komt tot leven door de bezoekers. Zij maken een samenleving waarin de 10 principles vooraan staan. Het laatste voorbeeld is de Halloween Fright Nights. Het slapende concept is het gehele park omtoveren tot een real-life spookhuis. Het ontwakende concept is No One Can Hear You. Het levende concept zie je terug in het hele park door verschillende scare zones. Overal lopen scare actors rond en er zijn verschillende haunted houses en er is speciale merchandise verkrijgbaar. Voor het evenement dat ik zelf bezocht heb ik Glow gekozen. Glow is een publieksevenement door onderstaande kenmerken. Het slapende concept van Glow is de gehele stad Eindhoven verlichten, verschillende kunstwerken te laten zien en verschillende kunstdisciplines. Het ontwakende concept is Light Beyond Illumination. Het concept komt tot uiting door de hele stad. Er is zelfs een Glow-café en alles is verlicht. We gaan door met mijn idee. What Makes You Glow is een nieuwe interactieve voorstelling gemaakt voor en door de bezoekers van Glow. Er wordt een foto gemaakt en deze verschijnt op een grote collage die te zien is in het Philips Stadion op een groot ledbord. Vervolgens kunnen mensen ook hun eigen foto terugvinden met de hashtag What Makes You Glow. De trends waar ik op inspeel zijn het gebruik van social media, crowdsourcing en het centraal staan van de beleving. Waarom past mijn concept binnen de belevingseconomie? Mensen willen graag iets van zichzelf zien. En in dit concept worden ze persoonlijk aangesproken en de beleving staat centraal. Hopelijk heb je genoten van dit filmpje. Doeg!